Het rijden van een goede bocht is essentieel voor een schaatser. Dat is wat je race maakt of breekt. Je kunt ontzettend veel snelheid verliezen als je een foutje maakt of technisch niet een goede bocht kan schaatsen. En je kan heel veel snelheid winnen als je dat wel doet. Ik ga jullie nu laten zien hoe topschaatsers de perfecte bocht rijden. Jordan de Jet Stoltz. Kijk eens wat dichter de bocht. Ja, prima. Als een kat in elkaar gekropen. Hij kan versnellen tijdens de bocht. Hij zet een straaljager motor aan de Stoltz. Ja, als leek denk je misschien, die bocht zit alleen maar in de weg, die kost me heel veel snelheid. Maar topschaatsers weten een bocht perfect uit te voeren en daarmee snelheid te maken. Iedereen die wel eens heeft geschaatst, en die vraag krijg ik altijd, hoe doe je pootje over? Nou ja, je ene been over het andere been zetten, dat lukt misschien nog wel. Maar echt hangen in een bocht, volledig vertrouwen op je schaats, met 60 km per uur, dat kunnen misschien maar een paar mensen in de wereld. Jenning de Bo, Kjeld Nuis, zo hard mogen ze niet door je dorp rijden, maar schaatsend gaan ze dus sneller. Ja, dat is echt ontzettend moeilijk. Ruimte nemen om naar de blokken te kunnen stappen. Die bocht begint met de laatste slag van het rechte stuk. Dus je komt van je rechterbeen af. En eigenlijk is dat de eerste bochtslag. En je verplaatst je lichaamsgewicht de bocht in. En plaats je je linkerschaats, als het ware, ja, met de blokjes mee. Ja, en dat is de eerste slag van de bocht, hoe je een bocht ingaat. En die moet goed zijn, die moet perfect zijn. Als je daar een foutje maakt, dan ga je het later, als de druk op de bocht het hoogst wordt, bekopen. Bochtentechniek overgehouden van het shorttrekken. Ja, iemand die een hele, hele goede bocht schaats is Jenning de Bo. De Nederlands kampioen 500 en 1000 meter. Jordan Stoltz rijdt fantastische bochten. Stoltz is er al voorbij. Vlekkeloze techniek. Ja, en bij de vrouwen vind ik Jutta Leerdam eigenlijk hele goede bochten rijden. Heel stabiel. Heel vast. Waardoor ze echt snelheid houdt. Maar dit is die binnenbochten met die verschrikkelijk hoge snelheid die zij kan ontwikkelen. Ja, de ideale lijn, je zou kunnen zeggen, is zo dicht mogelijk langs de blokjes. Dan maak je zo min mogelijk meters. En dat doen de lange afstandsschaatsers, zoals bijvoorbeeld Niels van der Poel dat deed. Hij reed een wereldrecord op de Olympische Spelen en dan rijdt hij heel dicht langs die blokjes. Maar als je op snelheid rijdt, zoals sprinters dat doen, zoals een Jenning de Bo en Jordan Stoltz, ja, dan moet je de bocht anders aansnijden. Dan beginnen ze de bocht wijd en je zorgt dat je ruimte houdt bij de blokjes. Dus je zit niet meteen op de blokken, maar je hebt de ruimte om de bocht krapper te maken. Na de helft van de bocht kruip je naar de blokken toe, waardoor de druk toeneemt, maar waardoor je als je het ritme houdt het om kan zetten in snelheid. Je kan het een beetje vergelijken met een kunstrijdster die een pirouette maakt. Hè? Ze beginnen breed en in één keer trekken ze hun lichaam samen waardoor ze sneller gaan draaien. Hè? Dus je begint wijd, je trekt de bocht samen. En als je dat goed technisch doet, ja, dan kun je een soort versnelling ondergaan, waardoor je harder het rechte stuk komt. Hij kan versnellen tijdens de bocht en dat maakt hem zo supersterk. Een gouden buis van Vancouver. Na 1972 is er weer een Olympisch kampioen uit Nederland op de 1500 meter. Het is Mark Tuiten. Ik heb andere buizen geprobeerd en andere schoenen, maar dit zit toch het lekkerst. De ideale houding in een bocht is heel diep zitten, in elkaar kruipen. Deze band gebruiken we om te kunnen hangen. Eigenlijk is dit de druk die je normaal voelt in de bocht. Je begint eigenlijk een bocht in te gaan en dan begin je met je linkerheup naar buiten te brengen. Wat belangrijk is in deze houding, is dat je heupen vlak zijn en je schouders vlak. En je wil eigenlijk jezelf helemaal opvouwen. Als een kat in elkaar gekropen. En daarmee heb ik volledig druk nu. Op mijn linker schaats en hang ik goed in de bocht. En als ik dit doe en mijn schouder duik, dan gaat mijn rechterheup omhoog en dan gaat mijn rechter schaats omhoog. Waardoor ik nooit druk krijg. Hup, ben ik weg. Dus ik wil mijn schouders vlak hebben, mijn heupen vlak hebben, zodat ik als ik mijn rechter schaats overzet, meteen druk heb. Dus je ijzer staat buiten de blokken, maar hele goede rijders hangen eigenlijk met hun heup en hun schouders over de blokken heen. En met dat grote lijf toch die middelpunt vliedende kracht. Maar druk is niet hetzelfde als snelheid. Als ik gewoon recht op mijn schaats sta, heb ik ook druk als ik door mijn knieën zak. Dit kost me heel veel energie, maar ik heb geen snelheid. Schaatsen om snelheid te maken, dat is belangrijk om te begrijpen, is een zijwaartse afzet. Dus eigenlijk wil je je krachten opzij duwen om zo voorwaarts snelheid te maken. Ik heb snelheid als ik druk heb en helemaal in mijn schaats hang. De hoek met het ijzer en het ijs is nu klein, waardoor ik al mijn druk omzet in snelheid. En hoe kleiner die hoek met het ijs wordt, hoe meer kracht je de bocht in kan geven, hoe meer versnelling je kunt maken.
Ik ben vaak genoeg de bocht uitgevlogen, ja, absoluut. Goeie opening. Oei, daar gaat Tuitert. Oh, wat is dit jammer. Schaatsen is een hele technische sport, ontzettend moeilijk. Als je ergens een heel klein foutje maakt, of je zet je schaatsverkeer neer, of je snijdt de bocht verkeerd aan, ja, dan is de kans groot dat je helemaal die bocht uitgeduwd wordt. En dan lig je in de kussens. Dat wil je niet. Laag blijven, dit is wat ze wil. Kijk eens wat dicht op de blokken. Ja, prima. Na de helft van de bocht wil je naar de blokken toe kruipen. Wordt de druk heel hoog, probeer je ritme hoog te houden en soepel te blijven. Dan wil je eigenlijk niet in de buitenbaan uitkomen, maar net aan de buitenkant van de binnenbaan. En deze bocht gaat onderspeer. Oei, 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 moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, moeilijk. Gaat goed. De laatste slag van de bocht is weer op rechts. En die zet je zo af dat je precies goed uitkomt voor het rechte stuk. En als je dat goed doet, ja, dan katapulteer je eigenlijk jezelf het rechte stuk op. En kun je daar weer verder schaatsen. Femke Kok 1 en daar de felicitaties van de Bo, die ook inziet hoe sterk deze 500 meter was. De beste bocht ooit gereden is die van Jordan Stolz op de WK 500 meter. Je voelt hem gewoon, die jet die hij hier aanzet. Jordan de Jet Stolz. Hij komt met 60 km per uur die bocht in en hij houdt die snelheid vast. En je ziet hoe hij hem opzet. Hij komt met rechts die bocht perfect in. Hij houdt ruimte naar de blokken toe. En je ziet hoe hij langzaam naar die blokken toe kruipt. En op het tweede gedeelte van de bocht zit hij aan de blokken. En kijk hoe hij hangt. Kijk hoe zijn heupen staan, zijn schouders en met hoeveel gemak hij schaats. Dat is echt uniek om te zien. En kijk, Stolz rijdt op die kruising al 59 per uur. En die komt in deze bocht dichterbij, maar dan nog niet voorbij. Toch wel. Zo, ja, hoor. Zet de straaljagermotor nou, aan. Stolz. Kijk eventjes naar de snelheid. Stolz verslaaf Moeris Sige. Oh, 34. Zo. 34-10 voor Jordan Stolz. Wereldkampioen. Dat is waarom hij die rit won. Dat is waarom hij wereldkampioen werd. Jordan Stolz is een van de weinige schaatsers die op deze snelheden heel comfortabel is. En dat zie je in zo'n bocht. Ik zat daarbij in de tv-studio en mijn mond viel open van verbazing. Ik dacht, dit is de beste bocht die ik ooit heb gezien. Dit is schaatsgeschiedenis hier geschreven. De eerste pagina voor de 18-jarige Jordan Stolz, de jongste wereldkampioen ooit op een WK afstanden. De kans is groot dat helemaal op de korte afstanden degene die wereldkampioen wordt, degene is die de beste bochten schaatst. En wie dat gaat worden, dat zie je op de WK afstanden.